Wij provoceren in de eerste plaats de autoriteiten en de laksheid van het klootjesvolk. Mensen, deel dit! Dit is Nederland! Dat zijn vrijheid voor werkelijk ziet. Een vrijdenker is een kunstenaar, een reiziger, een relatieve buitenstaander die eigenlijk met een bepaalde afstand naar de samenleving kan kijken. Ze zorgen voor de gelijkheid. Ze zorgen dat de rechten van de minderheden in de samenleving gewaarborgd blijven. Black lives! Black lives! Want dat vind ik wel de kracht van vrijdenkers. Zij zetten het gesprek in gang. Ik vraag aan jou met welke intentie je die term gebruikt. Want ze zijn de wapens van de democratie. Ze zijn de hoofd en de hart van de samenleving. God was een ezel. En kunstenaars zijn vaak vrijdenkers. Die hebben een soort vermogen om anders over dingen na te denken en om dat ook tastbaar te maken. We zitten nu in een tijd waarin de geschiedenis, heden en verleden door elkaar heen lopen. Lang niet iedereen is het met politicus Geert Wilders eens. Vrouwen, gender, natuur, religie. Het zijn blijkbaar onderwerpen waar we maar niet uitgestreden over raken. Kleed welke rol, welke groeperingen, heeft welke plaats in de maatschappij. Optieven! Wat deze tentoonstelling doet, komt door een soort kanon van de geschiedenis van vrijdenken heen. Maar die wordt ook weer bevraagd vanuit het heden en van nieuwe namen voorzien. Dat ik weinig kan hebben van mensen die de ernst van de zaak willen bagatelliseren. Hoe vaar je daar eigenlijk je eigen koers in? Hoe vernieuwend of hoe anders durf jij te denken in... De meest lastige kwestie, zijn we niet eigenlijk allemaal volgers in plaats van vrije denkers?